Hey hoi, wat leuk dat je kijkt naar de bespreking van het HAVO herexamen scheikunde 2022. We gaan de vragen en de antwoorden langs en ik zal het proberen uit te leggen. Ik ga ervan uit dat je het examen eerst zelf hebt gemaakt en dan pas het filmpje kijkt, anders gaat het veel te snel en leer je er wat minder van. Heb je nog vragen, kun je die stellen onder dit filmpje of via Instagram of via de mail. En wil je meer oefenexamens zien of meer oefenen? Kijk op scheikundehvwo.nl. Begin ik bij vraag 1. Een vraag die vaak terugkomt is het berekenen van de concentratie H+ ionen in mol per liter bij een gegeven pH. En we moeten hier goed op de significantie letten. De formule die erbij hoort is deze. De concentratie H+ is 10 tot de macht min pH. Nou, dan ga ik hem invullen, 10 tot de macht min 4,7 intypen. En dat is 2 maal 10 tot de macht min 5 mol per liter. Ik geef hier één significant cijfer omdat de pH 1 decimaal heeft. 1 cijfer na de komma. Dus dan mag ik maar één significant cijfer hier geven. Dus dit is het enige goede antwoord. Eventueel mag je het opschrijven als 0,00002 mol per liter. Maar niet hier nog iets achter zetten. Dan naar de tweede vraag. Hier staat een deel van een halve reactie die niet helemaal volledig is. En de vraag die erbij hoort is deze halve reactie, als die wel compleet wordt, die van een oxidator of die van een reductor? Ik ga hem eerst even compleet maken, dan ben ik snel klaar. Er hoeft alleen maar een elektron, een e-minnetje voor de pijl. De totale lading links van de pijl en rechts van de pijl moeten aan elkaar gelijk zijn. Nou, het verschil is dat hij voor de pijl neutraal is en na de pijl 1 min. Nou, om dat kloppen te maken heb ik dus 1 E-min voor de pijl nodig. Dat betekent dat ClO2 een elektron opneemt. Opnemen, oxidator, begint bijna met een O. Dus het reageert hier als oxidator. Dan vraag 3. Dat is een iets lastigere vraag. Er is hier een reactie gegeven, reactie 1. En die halfreactie die niet helemaal volledig was, waar we het net over hadden, staat er ook bij. En dan moeten we gaan uitleggen met die reactie en die halve reactie dat ClO2-deeltje geen katalysator is. Nou, katalysator is iets wat niet verbruikt wordt. En we moeten dus eigenlijk gaan aantonen dat die wel wordt verbruikt. Nou, bij de eerste reactie ontstaat er per 5 mol ClO2- 4 mol ClO2 zonder lading. En als ik 4 mol ClO2 laat reageren volgens die halve reactie A, krijg ik weer 4 mol ClO2- terug. Dus netto is er wel ClO2- nodig. Ik heb namelijk 5 mol nodig. Dan krijg ik 4 mol voor terug. Dus ClO2- wordt verbruikt. Conclusie, ClO2- is geen katalysator. Gaan we naar vraag 5. We moeten hier watermoleculen tekenen. Twee die een geladen groep, O- hier hydrateren en twee die waterbruggen gaan vormen met de zuurgroep. En er staat ook nog bij hoe je water moet tekenen, voor het geval je dat niet wist. Kijk eerst even naar dat negatieve deeltje hier, die O-. Die trekt de H-kant van een watermolecuul aan. De H-kant van water is namelijk een beetje plus geladen en de O-kant een beetje min. Dus die O'tjes stoten elkaar af. Je moet de H-kanten duidelijk richting die O- tekenen. Zo zou ik dan een tweede watermolecuul weer met een H richting die O-min tekenen. Dan twee watermoleculen die waterbruggen vormen. Hier staat de eerste. Nou, de H van water is een beetje plus, deze O is een beetje min. Die trekken elkaar aan. Andere watermolecuul hier. Deze H die kan deze O aantrekken. En dus de H die aan een O vast zit, gaat naar een O een waterbrug vormen. En je kan het ook op een andere manier tekenen dan dit. Gaan we naar vraag 5, een lange lap tekst, waarbij uiteindelijk alleen maar de vraag is, wat is de toestandsaanduiding van het residu, dat is iets wat achterblijft, en wat is de toestandsaanduiding van water hier. Nou, er staat hier een verhaal waarin vriesdrogen wordt uitgelegd, en er staat bij, het is gelijk aan de fase direct na uitvoering van het indampen van een oplossing. Dat ken je wel. Nou, wat blijft er over als je indampt? In je indampschaaltje een vaste stof. Dus het residu is vast, afgekort de S van solid.
als je gaat indampen, dan komt het water als waterdamp in de gasfase vrij. Het woord verdampen staat ook een keer in de tekst. Dus de toestandsaanduiding van water is de G van gas. Komen we bij vraag 6. Hier moeten we een stof X gaan bedenken die afsplitst. En dan staat hier een plaatje bij. Laat je niet in de war brengen door zo'n ingewikkeld plaatje. Wat gaan we voor eens kijken? We gaan dus die stof daarboven en de stof daaronder vergelijken. En dan zie je deze streep, die staat hieronder. En dan zie je dat dit streepje hier zo aan die O die aan het silicium vastzit is gebonden. Dus wat er dan weg is gegaan hier in het midden is water. Ik had ook kunnen zeggen deze OH met alleen die H. Maakt niet uit welke van de twee O'tjes overblijft. Nou, dan krijg ik hier die SiO en dan met dat streepje. Nou, het gebeurt aan de linkerkant en aan de rechterkant ook. Dus de stof die afsplitst, stof X, is gewoon water, H2O. Bij vraag 7 zien we hetzelfde plaatje weer. We hebben hier een houtspons en we hebben cellulose. En daarmee moeten we gaan vergelijken, we moeten kijken, uitleggen waarom olie beter aan de houtspons bindt dan aan cellulose. En dat moet met behulp van die structuurformules. Kijk naar houtspons hier onderaan, dan zie ik geen OH-groepen of NH-groepen. Ik kan dus geen waterbruggen vormen. En je kunt ook zeggen, houtspons is hydrofoob. Olie is ook hydrofoob. Dat betekent dat twee hydrofobe stoffen, die trekken elkaar wel aan. Dus olie kan goed aan die houtspons binden. Nou, we moeten het vergelijken met cellulose. En bij cellulose zien we drie keer een OH-groep. Dus die bevat wel OH-groepen. Cellulose is dus hydrofiel, omdat het waterbruggen kan vormen. En daarom bindt het niet aan een hydrofobe stof, zoals olie. Conclusie, olie bindt beter aan houtspons dan aan cellulose. Vraag 8 gaat over dit figuur. En met dit figuur moeten we gaan uitleggen waarom eruit blijkt dat olie niet volledig uit die houtspons geperst kan worden. Nou, je ziet hier veel olie en hier wat minder. Dus eigenlijk als je van daar naar daar gaat, dan wordt de olie eruit geperst. Nou, wat zie je? Hier aan de onderkant dat er iets meer dan 7 gram olie overblijft. Dus het kan er niet helemaal uitgeperst worden. Je zou ook kunnen zeggen, ja, hij gaat niet helemaal naar nul terug, dus het kan niet helemaal uitgeperst worden. Dat zou je ook hier als antwoord kunnen geven. Bij vraag 9 moeten we echt gaan aflezen in dit grafiekje. Dat is best lastig, hij is niet heel duidelijk afgedrukt, maar we moeten het wel in 1 decimaal gaan aflezen. Dus je moet echt proberen precies te zijn. Nou, wat moeten we doen? We moeten het aantal cycli van opname en uitpersen gaan uitrekenen. Je ziet dat er steeds een klein beetje olie uitgaat. Maar hoeveel van die cycli hebben we nou nodig om 200 ton olie uit water te verwijderen als we 100 kilogram houtspons hebben? Nou, we moeten die opgenomen olie aflezen in 1 decimaal, dus daar begin ik mee. Nou, als ik het op 1 decimaal zo precies mogelijk probeer af te lezen, dan kom ik hier bovenuit op 22,8 gram en daaronder op 7,2 gram. Nou, als ik die twee van elkaar afhaal, kom ik op 15,6 gram olie, die in één zo'n cyclus per gram houtspons, zoals dat staat hier, verwijderd kan worden. Nou, ik heb niet 1 gram, ik heb 100 kilogram, dus 100.000 gram. En als ik dat keer 15,6 doe, dan kom ik op dit grote getal uit. En dat is het aantal gram olie per 100 kilogram houtspons. Oftewel, als ik hier 3 nullen afhaal, 1560 kilogram olie kan per cyclus worden verwijderd. Nou, ik moet 200 ton olie verwijderen, dus ik moet eigenlijk gaan kijken hoe vaak past die 1560 kilogram in 200 ton. Eerst even daar kilogram van maken. 1 ton is 10 tot de derde kilogram, dat wist je waarschijnlijk wel. Dus 200 ton is 200 maal 10 tot de derde kilogram olie die verwijderd moet worden. Dus dat delen door 1560 kilogram, want dat is wat er per cyclus verwijderd kan worden. En dan komt het getal 128,2 uit. Als je heel precies antwoord geeft, moet je in dit geval naar boven afronden. He, want pas bij 128,2 cycli ben ik klaar. Dus afgerond zou dat 129 cycli worden.
Als je rond 8,2 laat staan, zou dat niet fout gerekend worden. De significantie wordt hier niet gevraagd. Gaan we naar vraag 10. Het botsende deeltjesmodel. Wat moeten we mee doen? Uitleggen dat de reactiesnelheid van een verbrandingssnelheid, groter wordt als je dezelfde massa aan ijzerpoeder hebt, maar je maakt er kleinere deeltjes van. Als je meer deeltjes hebt, meer kleinere deeltjes, is het totale contactoppervlak groter. Dat betekent dat de kans op een botsing ook groter wordt. Anders gezegd, met een groter contactoppervlak neemt het aantal effectieve botsingen per seconde toe. Dat betekent ook dat de reactiesnelheid toeneemt. En dat is in dit geval de verbrandingssnelheid. Dus die is hoger, die snelheid, bij het gebruik van dezelfde massa ijzerpoeder met een kleinere deeltjesgrootte. Bij vraag 11 moeten we gaan verklaren dat de massa van de poederdeeltjes toeneemt. Nou, moeten we gaan kijken wat gebeurt er hier. Nou, dat ijzer dat verbrandt reageert met zuurstof en ontstaat daaruit, hier staat ijzeroxide, hier staat de formule van ijzerdioxide. Dus de massa van het zuurstof, of de massa van de zuurstofatomen kun je zeggen, is er bijgekomen. Het is niet alleen maar ijzer, maar het is ijzer en zuurstof dat je dan afweegt. Dus neemt de massa van de poederdeeltjes toe. Bij 12 moeten we de naam van dit apparaat noemen. Nou, dat kun je opzoeken in BNS of Science Data. Precies te zijn BNS 38B1, Science Data 4.5. En daar staat dat dit een warmtewisselaar is. Bij vraag 13 moeten we die warmtewisselaar gaan tekenen in het blokschema. Dat ziet er best ingewikkeld uit, maar ze hebben al wel gegeven dat hij tussen de stoomturbine 5 en de koeler 7 in moet. Dat we hem hier ergens moeten tekenen. Nou, hier staat hij. Moeten we nog even goed kijken hoe we hem verbinden. Er staat hier in de tekst dat gevormde hete stoom, dat daarmee een stoomturbine wordt aangedreven. Dus hier gaat dat heen. En uit de koeler gaat het dan het water erin. We moeten ook nog gaan benoemen welke waterstroom afkoelt water en welke waterstroom hete stoom bevat. Nou, als je kijkt, de koeler, het resultaat van is afgekoeld water en dat hier hete stoom naartoe gaat, dat is eigenlijk ook al in de tekst hier verklapt. Het laatste wat we moeten doen is de letters A en B invullen. Nou, ook dat staat eigenlijk weer in de tekst, dus ik wist van goed lezen. Hier staat dat de hete gassen bovenuit ruimte 2 worden afgetapt. Dus A, de hete gassen, gaan uit die verbrandingskamer daar naartoe. Nou, dan moeten de afgekoelde gassen eruit komen. Dat is dus hier bij B. Bij 14 moeten we even een reactievergelijking opstellen die eigenlijk in woorden al gegeven is. Er staat hier dat Fe2O3 met waterstof reageert. Waterstof is H2, niet alleen H. Binnen 40A kun je het eventueel terugzoeken. En dan ontstaat er ijzer en water. Dus Fe, ijzer is gewoon Fe, zonder lading, en H2O. Nou, dit moeten we even kloppend maken. Er staan hier drie O'tjes. Dus als ik een 3 voor het H2O zet, dan is het zuurstof kloppend geworden. Ik heb dan 6 haakjes rechts. En als ik een 3 voor die H2 zet, ook 6 haakjes links. Dan klopt alles behalve Fe. Zet ook nog even een 2 voor de Fe en dan staat nu het goede antwoord in beeld. Bij vraag 15 moeten we het blokschema, wat het antwoord was van vraag 13, hier staat er nog een keer nog wat gaan aanvullen. Er moet een blok voor het recyclingproces bij. Nou, hier het stukje uit de tekst wat gaat over dat recyclingproces. We moeten wel pijltjes bijzetten en deze stofstromen moeten we nog eventjes aangeven. Nou, wat staat er in de tekst? Dat die Fe2O3 wordt opgevangen in ruimte 3 en daarna wordt het in een recyclingproces omgezet tot ijzerpoeder. Dus tussen 3 en de opslag van het ijzerpoeder, daar moet dat recyclingproces komen. En we aan het eerste streepje voldaan. Nou, dan de stofstroom. IJzer komt eruit, dus nummer 1 gaat hier naar de opslag van het ijzerpoeder. En ijzeroxide, dat gaat erin. Dat is dat Fe2O3. Dit is officieel natuurlijk ijzer met Romeinse 3-oxide. Nou, dan moeten we water en waterstof er ook nog bij zetten. Nou, gaan we even kijken wat staat hier.
Dat FE2O3, dat laat ze reageren met waterstof. Dus waterstof moet erin gaan. Dus dat is nummer 4, die gaat erin. En wat komt eruit? Water, dat ontstaat bij de reactie. Dus nummer 3 komt hier eruit. 16 dan. We moeten hier een structuurformule tekenen van XC5H8. En dan is er gegeven dat alle C-atomen in een ring zitten. Dus daar begin ik mee. Ik teken 5 C'tjes, allemaal aan elkaar verbonden. En dan heb ik een ring. En daar moeten dan 8 haakjes omheen. Ik kan natuurlijk vrolijk elke C 2 haakjes geven. Maar ik heb nu 6 H's getekend. En als er nog 2 bij moeten hier, ja, dan heb ik ergens C-atomen met te weinig bindingen. Want elke C moet 4 bindingen hebben. De oplossing is een dubbele binding. Als ik hier een dubbele binding zet, dan is er aan deze C en deze C nog 1 plekje over voor een H. Dan heb ik hier in totaal 5 C's en 8 H'tjes. En je mag je dubbele binding natuurlijk ook bijvoorbeeld hierboven zetten. Maar ergens in de ring zit 1 keer een dubbele binding. Gaan we naar 17. Eigenlijk een vraag waarbij je gewoon in Binance dingen op kunt zoeken. Of er zijn data natuurlijk. We moeten hier aminozuren opzoeken met een vrije NH2 groep in de restgroep. Ik heb ze hier even gekopieerd. De NH2 in het groene gedeelte is dus geen NH2 van de restgroep. We moeten deze hierboven bijvoorbeeld kijken of bij die andere. Nou, de afkortingen staan erbij en hier onder elkaar. Dus dat is het antwoord op deze vraag. Vraag 18 is een behoorlijk lastige reactievergelijking die we op een bijlage moeten gaan aanvullen en wat nogal een kriebelig gedoe was. Hier staat de formule van glutaraldehyde. Dat reageert met NH2 groepen tot dit geheel en water. Dat moeten we eigenlijk gaan toepassen op deze. Ik heb het stuk na de pijl hier even vergroot aangegeven. En om het wat duidelijker in beeld te kunnen krijgen. En dan zie je een heel ingewikkeld ding dat aan een N vast zit. Nou, als je kijkt naar het voorbeeld, dan is dit stuk eigenlijk wat hier die R van rest is. Dan is het dus vast aan een N. En dat zal dan deze N zijn. Aan de andere kant ook zo'n ding. Er staat hier nog een R'tje. En dat is dan dit geheel. Eigenlijk alles behalve de N. Nou, het stuk wat hier tussen staat, met dat blauwe kribbelding eromheen, dat schrijf ik eigenlijk hier over. Dus dit is eigenlijk het stuk waarmee deze twee delen aan elkaar worden gebonden. Nou, er ontstaat hier ook 2H2O. En ook hier moet je dan plus 2H2O opschrijven. Dan zijn we er bijna. Er zit nog één lastigheidje in. En voor de pijl zie je hier een NH2 groep en daar een NH2 groep. Nou, die hebben gereageerd, net zoals hier de NH2 groepen. En dan krijgen we dit stukje wat ik net uitvergroot had. Maar die onderste twee, dat zijn dan NH2 groepen gebleven. En er stond daar net een N. Dat is een beetje een gemeen instinkertje van de examenmakers. Je had ook hier de bovenste, dus hier een NH2, daar een NH2 kunnen laten staan. En dan dit dingetje hier dan tussen zetten. Dat had een ander goed antwoord geweest. 19. Een vraag met een lange inleiding. Maar uiteindelijk moeten we hier op microniveau gaan uitleggen waarom een scheur niet goed wordt afgedicht wanneer een chirurg te lang wacht met het aanbrengen van lijm. Nou, hoe dat werkt, staat in figuur. In dit figuur is het hier een soort netwerk staan met G van het glutaraldehyde, zoals in de vorige vraag, eiwitten die hier zitten en ander soort eiwitalbumine die daar zitten en daardoor plakt het dan aan elkaar. Als de chirurg die glutaraldehyde moleculen, let op, moet op microniveau, dus moleculen, en albumine moleculen bij elkaar doet, dan gaan die met elkaar reageren. Door de NH2 groep in die albumine moleculen. Als het dan wacht met die reactie, dus als ze alle glutaraldehyde moleculen en albumine moleculen al de kans hebben gehad om met elkaar te reageren, dan gaan ze niet meer reageren met die eiwitten hier in het bloedvat. Dus deze binding hier, die wordt dan niet meer gevormd. En dan wordt de scheur dus ook niet goed afgedicht. Vraag 20 gaat over dit figuur. Hier staat alfa, en dat is de massa van albumine gedeeld door de massa van glutaraldehyde, uitgezet tegen de uitdrukkingstijd in seconden. En met dat figuurtje moeten we gaan uitleggen of de reactiesnelheid van het uitharden van de lijm toeneemt of afneemt bij een grotere hoeveelheid glutaraldehyde.
Als je meer glutaraldehyde hebt, dan deel je door een groot getal en dan wordt die alfa dus een kleiner getal. Nou, wat zien we hier? Bij een kleinere alfa wordt de uithoudingstijd korter. Korte uithoudingstijd, dat betekent een grote reactiesnelheid. Dus neemt de reactiesnelheid toe, je krijgt een grotere reactiesnelheid als je meer glutaraldehyde hebt. 21 dan, een mooie rekenvraag waarbij je een hele hoop gegevens met elkaar moet gaan combineren. Waar gaat het om? Hier staat dat het compartiment met de albumineoplossing 4 maal zo groot is als het compartiment met de glutaraldehydeoplossing. En we moeten dat gaan omrekenen naar een massaverhouding tussen glutaraldehyde en albumine. Nou, aantal gegevens in de vraag, die moeten we gebruiken. We beginnen gewoon even bij het begin. Als het compartiment 4 keer zo groot is, dan kan ik ook zeggen, ik heb 4 milliliter albumine oplossing per 1 milliliter glutaraldehyde oplossing. Ik kies even voor een milliliter, omdat hier de dichtheden ook in gram per milliliter staan. Begin ik even met die albumine oplossing. Die 4 milliliter doe ik dan keer de dichtheid van 1,1 gram per milliliter. Milliliter keer gram per milliliter is gram, in dit geval 4,4 gram. Dat is niet alleen albumine, dat is die oplossing. Van die oplossing is 45 massaprocent albumine. Dus als ik die 4,4 gram keer 45 gedeeld door 100 doe, of keer 0,45 doe, kom ik op 1,98 gram albumine uit. Hetzelfde soort sommetje even voor die glutaraldehyde oplossing. Die 1 milliliter die doe ik keer 1 gram per milliliter. Nou, heel saai, er komt gewoon weer 1 uit. Dus ik heb 1 gram glutaraldehyde oplossing. Daarvan is 10 massaprocent glutaraldehyde. Dus 0,10 keer 1 is 0,10 gram glutaraldehyde. Nou, die grammen albumine en glutaraldehyde, die moet ik nu op de juiste manier gaan omrekenen naar de verhouding. Nou, er staat een 1 bij die glutaraldehyde. Dus ik ga de massa van albumine delen door de massa van glutaraldehyde. 1,98 gedeeld door 0,10 is 20. En dan weet ik dat er 20 keer zoveel albumine is als glutaraldehyde. Nou moeten we even antwoord geven op de manier die de examenmakers willen. Dus de massa glutaraldehyde per massa albumine is 1 op 20. Het draait dus om. Ik had dus net eerst uitgerekend de massa albumine gedeeld door de massa glutaraldehyde. Omdat er een 1 stond bij die glutaraldehyde. Daar komt dus 20 uit. Dus 20 keer zoveel albumine als glutaraldehyde. En wordt hier dus 1 op 20. Bij vraag 22 moeten we de structuurformule van ethanol tekenen. Nou, ik teken twee C's, dat is ethaan. En een OH-groep, want het is een alcohol. Wat haakjes eromheen. En dan heb ik heel makkelijk dit puntje binnengehaald. Bij vraag 23 moeten we de reactiewarmte van deze reactie gaan berekenen. En zo'n vraag komt eigenlijk bijna elk examen weer terug. Bina 57 of Science Data 92 hebben we nodig. Ik heb hier eerst de stoffen onder elkaar gezet, de stof in deze reactievergelijking, en dan ga ik daarachter de vormingswarmte zetten. Bij water is dat het opletten, hebben we vloeibaar water zoals hier, dan nemen we min 2,6 × 10⁵. En bij waterdamp een ander getal. Waterstof is een element en heeft dus als vormingswarmte 0. En CO2 kun je gewoon weer opzoeken. De eenheid is 10⁵ joule per mol. In deze reactie heb ik 1 keer ethanol, die doe ik keer 1, maar ik heb 3 keer water, dus hier gaat keer 3. Nou, bij die 0 maakt niet zoveel uit, maar die CO2 die moet weer keer 2. En ik heb hier nu keer 10⁵ joule afgezet, niet per mol, maar het gaat dan hoeveel joule er bij die stof betrokken is in deze reactie. Nu even naar de tekens kijken. De stoffen voor de pijl, ethanol en water, daarvan moet ik het teken veranderen. Deze twee minnetjes worden plusjes en de stoffen na de pijl die laat je gewoon staan. Nou, dan tel ik de dingen in die kolom met de roze cijfertjes op. En dan kom ik op plus 3,49 × 10⁵ joule uit. Maar let op, dit is per 6 mol H2. Hier staat er 6 en nou ja,
keer 6 had hier niet zoveel nut, maar deze reactie is wel voor 6 mol waterstof. Nou, wil ik dat per mol waterstof weten, dan moet ik dus even delen door 6. En dan komt er plus 0,58 maal 10 tot de 5e joule uit. En de nettere manier om dat te noteren is 5,8 maal 10 tot de 4e joule per mol waterstof. Dan 24, nog een soort standaard rekenvraag, het berekenen van de atoomeconomie van deze reactie. Nou, de formule van de atoomeconomie, ze verwijzen er hier al naar, is deze, de massa van het product dat je wil hebben, gedeeld door de massa van de beginstoffen, keer 100%. Het gaat om de vorming van waterstof, dus dat is het product. Dus boven de breukstreep komt de massa van 6 keer H2 te staan. En onder de breukstreep de massa van de beginstoffen, dat is de massa van ethanol, plus 3 keer de massa van water. Het getal gewoon invullen. 2,016 is de massa van H2, de massa van ethanol en water kun je in minus 98 vinden. En als je dat allemaal goed invult, 1 keer 100% doet. En als je dat allemaal invult, komt er 12,08% uit. Hoef je geen rekening te houden met de significantie. Als je nou het correctievoorschrift bekijkt, daar ronden ze vaak wat meer af. Dat komt omdat ze daar waarden uit Science Data gebruiken. En de meeste mensen gebruiken BINAS. Dan vraag 25. Hier moeten we de naam van een stof geven die hier uitkomt. En dan moeten we even goed kijken. Er gaat hier lucht in. En het zuurstof reageert dan volledig. Maar lucht bestaat uit meer stoffen dan zuurstof. De andere stoffen in lucht die niet reageren, die komen hier weer uit. Dus het meest voor de hand liggende antwoord is stikstof. Maar je zou ook bijvoorbeeld argon mogen zeggen. 26, een klassieker ook. 2 gegeven halfreacties. En we moeten hiermee een totaalreactievergelijking gaan opstellen. De bovenste halfreactie, die doe ik hier 2. Want het aantal elektronen wat hier rechts staat bij de reductor en links staat bij de oxidator moet gelijk zijn. Doe ik de bovenste keer 2, staat er aan beide kanten 4, 1 min. En dan moet ik natuurlijk ook de H2, de O2 min en de H2O keer 2 doen. Dus dit zijn de twee halfreacties die we moeten optellen. Bij het optellen tel ik alles links van de pijl op. Dat staat dan hier. De 1 min die laat ik weg, want die vallen altijd weg in de totale reactie. En de dingen rechts zet ik daar ook bij. Moet ik alleen nog even kijken of ik niet toevallig aan beide kanten van de pijl hetzelfde heb staan. Dat is het geval. Aan beide kanten staat er 2 keer O2 min. Dus die moet ik dan tegen elkaar wegstrepen. Wat we dan overhouden is deze reactie. Die komt je ongetwijfeld bekend voor. De verbranding van waterstof. Bij vraag 27 is een plaatje getekend van iets in een vaste stof. En we moeten twee dingen doen. We moeten de naam van het kristalrooster geven en de naam van de binding tussen de deeltjes in dat rooster. Nou, het zit hem eigenlijk in wat hiernaast staat, de legenda. Daar zien we geladen deeltjes staan. En geladen deeltjes zijn ionen. Dus het antwoord is ionrooster. Nou, de binding ligt dan ook erg voor de hand. De binding is de ionbinding tussen de positieve en negatief geladen ionen. Dan 28, misschien een beetje ongebruikelijke vraagstelling. Er staat hier dat er 2 keer een Zr4-plus ion wordt vervangen door een I-3-min ion. Yttrium-ion. En dat er dan 1 O2-min minder nodig is in het rooster. En aan de hand van de ionladingen moeten we dat gaan uitleggen. Die 2 Zr4-plus ionen hebben een lading van 8-plus. En 2 I-3-plus ionen hebben een lading van 6+. Nou, het verschil tussen is 2+. Om die lading van 8+ te neutraliseren heb ik 4 O2-min ionen nodig. En om de lading van 6+ te neutraliseren heb ik 3 O2-min ionen nodig. Het verschil daartussen, tussen 4 en 3 O2-min ionen, is 1 O2-min ion. En dat moesten we hier ook uitleggen. Bij 29 moeten we uitleggen met die gegeven halfreacties of de O2-min ionen van A naar B of van B naar A gaan. Pak eerst even die twee halfreacties erbij en wat zien we hier bij elektrode B? Aan de rechterkant staat O2-min, dus bij elektrode B ontstaan O2-min ionen. Bij A staat O2-min links van de pijl, dus bij A worden O2-min ionen verbruikt. Conclusie,
de O2-ionen bewegen van B naar A. Vraag 30. We moeten hier gaan uitleggen wanneer deze auto CO2-neutraal is. Een voorwaarde en een toelichting noteren. De voorwaarde is dat de brandstof bio-ethanol is, ethanol gemaakt van planten. Dat is een toelichting. Die bio-ethanol is gemaakt van planten en die planten die hebben CO2 opgenomen tijdens het groeien via fotosynthese. Dat betekent dat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding, in theorie dan, evenveel is als de CO2 die kort daarvoor door planten is opgenomen. Dus dan is er netto in theorie geen CO2-uitstoot. 31 gaat over de uitgangspunten van de groene chemie. Wat moeten we gaan vergelijken? De auto waar deze vraag over gaat, SOFC-auto en een auto die op waterstofgas rijdt. Ik moet een voor- en een nadeel noemen en ik moet kiezen uit uitgangspunt 2, 8 of 12. Begin ik met het voordeel. Uitgangspunt 12 gaat over minder risicovolle chemie. Nou, waterstof is explosief en ethanol niet, of in ieder geval veel minder. Dus ethanol is veiliger dan waterstof. Dan een nadeel. Je kunt kijken naar uitgangspunt 2. Dat gaat over een hoge atoomeconomie. Nou, met die SOFC-auto worden niet alle atomen van ethanol gebruikt. Van het ethanol wordt bij de reformer waterstof en CO2 gemaakt. Alleen met het waterstof ga je door. Nou, heb je een auto die op waterstofgas rijdt, dan gebruik je alle atomen van waterstof wel voor die verbranding. En hebben we dus wel een atoomeconomie van 100%. Een ander nadeel, dus je moet of uitgangspunt 2 of uitgangspunt 8 noemen. Daarbij is het nadeel dat bij een SOFC-auto een extra stap nodig is. Namelijk het maken van waterstof en ethanol in de reformer. En uitgangspunt 8 gaat over zo min mogelijk stappen. 32, een 4-punt rekenvraag met de vraag naar de significantie. Dat is sowieso een punt. En verder moeten we dan nog 3 rekenstappen doen waarschijnlijk. Daarom is je 4 punten. Niet meteen denken het is heel moeilijk. Gewoon kijken wat kan ik uitrekenen. Gewoon kijken naar de getallen. Er staat hier dat er 50 microgram gif in het lichaam wordt gespoten. Dit Griekse lettertje M, de mu, betekent micro. Als ik uiteindelijk naar mol wil rekenen, moet ik eerst even naar gram toe. Een microgram is een miljoenste deel van een gram. Dus ik doe het keer 10 tot de macht min 6. En dat micro 10 tot de macht min 6 is, staat ook in binnenlandse tabel 2. Nou, dan staat er hier in de tekst, 88% van het gif is water en de rest is het drooggewicht. Dat betekent dus dat 12 massaprocent van het gif drooggewicht is. Nou, als ik 12% van die 50 maal 10 min 6 bereken, hè, dan wordt het 0,12 keer 50 maal 10 tot de macht min 6 gram. En dat is dan 6,0 maal 10 tot de min 60 gram drooggewicht. Dat is er per bijsteek. Daarvan is 50% die stof melitine. Dus ik neem 50%, 0,50 keer die 6,0 maal 10 min 6 gram. Heb ik 3,0 maal 10 min 6 gram melitine. We kunnen nu eigenlijk naar de mol. Ik moet van gram naar mol gaan. Dus delen door de molaire massa. En die is gelukkig gegeven. Dus ik ga delen door 847 gram per mol. Daar komt 1,1 maal 10 min 9 uit. Ik geef hier 2 significante cijfers. Als ik kijk wat ik heb gebruikt in de vraag, dat is die 50, dat is een meetwaarde. Die 88 heb ik gebruikt. Die 50% zijn allemaal 2 cijfers. Nou, die molaire massa, dat is dan wel meer cijfers, maar het kleinste aantal, dus 2, bepaalt dat je hem in 2 significante cijfers mag antwoorden op deze vraag. Komen we bij 33. Hier moeten we een stukje van een eiwit tekenen. Dat levert ook maar liefst 4 punten op. Met leucine, proline en alanine. En aan het begin en eind nog een kringeltje. Zoek eerst even die 3 aminozuren op. De BINAS en Science Databel staan erbij. Proline is een beetje het lievelingsaminozuur van de examenmakers. Want die ziet er net wat anders uit dan al die andere. Want hij heeft hier geen NH2 groep, maar een NH groep. Als je kijkt wat er dan gebeurt bij het maken van die peptidebinding, dan reageert de OH van een zuurgroep met de H die aan die N zitten. Die houden van elkaar. Net als bij de waterstofbruggen. Dus
deze manier gaat water afsplitsen. Dus niet de H die C nemen, dat gaat vaak mis. Ja, want een C die aan een H vast zit, die kan ook geen waterbrug vormen. Is niet een beetje plus of een beetje min. Neem de H die aan een N vast zit. Hier krijgen we nog eentje, de OH van dit zuur met een H die aan die NH2 zit. Eén van de twee H's gaat met die OH water vormen. Dan hebben we die kereltjes nog. Dat betekent dat er hiervoor ook nog aminozuren zitten en daarna ook nog. En dat betekent dat de H van deze NH2 groep ook weggaat. Die heeft met een OH groep van iets wat ervoor zit water gevormd. En peptidebinding ook. En deze OH gaat ook weg. Die heeft weer met een H van de NH2 groep van de volgende gereageerd. In het nettekenprogramma getekend is dit dan het antwoord. Let goed op dat je ook alle haartjes tekent. De haar hieronder wordt nog wel eens vergeten. En dat je bij proline deze peptidebinding krijgt. En hier de normale peptidebinding. Komen we bij 34. Hier staat een ingewikkelde stof, een fosfolipide. Maar die is gemaakt van twee vetzuren. En die zijn veresterd. Nou, wat is een ester? Iets met een C, dubbelgebonden O, een O en dan een C. Dus hier zien we die twee esterbindingen. En de vraag is dan, wat zijn de namen van die vetzuren, waarbij we gewoon in BINAS en Science Data kunnen spieken. Dan begin ik bij de eerste, hier is de staart C19H31. Dus we gaan gewoon tellen, gewoon kijken in die BINAS tabel C61G2, welke heeft 19 C's en 31 H's. Dat is dan arachidonzuur, dus dat is het eerste vetzuur. De tweede C17H33 kun je ook weer opzoeken en gewoon weer tellen, dat is oliezuur. Ja, dus bij de zuurgroep is het niet COOC zoals in de ester, maar OH. En je kunt dus in BINAS of Science Data hem gewoon opzoeken. Gaan we verder met datzelfde stofje. Hier hebben we een hydrolyse. En dan moet ik even goed lezen. Alleen de estergroep aan C-atoom 2 hydrolyseert hier. En die andere blijven ongewijzigd. Hoe werkt dat in de reactievergelijking? Dat moeten we hier tekenen. Als je hydrolyse hebt, moet je altijd water voor de pijl hebben. Nou, ze vragen naar structuurformules, dus je hebt niet H2O neer, maar zo HOH. Alleen de ester bij C-atoom 2 hier, die werd verbroken. Dus deze binding hier, die wordt verbroken. En daar moet het water aan gaan zitten, als het ware. Dus dit stukje gewoon overtekenen. En die COO, daar komt een OH aan van het water. En hier hebben we dan het zuur. Een ester wordt gevormd uit een zuur en een alcohol. Aan de andere kant moet het alcohol hebben. Ik kan weer het grootste deel gewoon overtekenen. Het enige verschil is dat hier deze O nu aan een H is gebonden. En die OH en H, dat is de H2O van het water voor de pijl. En dus is het alcohol wat een ester kan maken en die in dit geval dus ontstaat omdat het hydrolyse van een ester is. Dan 36 gaat hier eigenlijk op door. Wat is nou een verklaring waarom alleen maar die ene groep aan dat ene C-atoom, C-atoom nummer 2, wordt gehydrolyseerd en niet bijvoorbeeld die estergroep eronder, dat had ook gekund. Het zit met het woordje enzym. Enzymen werken specifiek, ze kunnen maar één soort reactie versnellen. Dat betekent dat het enzym, hij heet fosfolipase A2, alleen de reactie waarbij de estergroep aan C-atoom 2 zit, kan hydrolyseren. We zijn er bijna, 37. Hier zien we histamine. Histamine wordt gemaakt uit de stof die erop lijkt, histidine. En daar ontstaat nog een ander deeltje en we moeten met behulp van BINAS tabel en Science Data wat we net ook al hadden, gaan bedenken wat dat andere deeltje is. Ga natuurlijk eerst even histidine opzoeken. Hier staat hij. En ik ga histidine en histamine met elkaar vergelijken. En die lijken best wel op elkaar. Hè? Deze ring hierboven staat hier aan de linkerkant. Nou, die CH2 groep die heb ik daar ook. Ik zie die NH2 groep ook terug. Zo ga ik het vergelijken. Dit gedeelte hier, dat is eigenlijk helemaal hier terug te zien. Op één dingetje na. Hier staat een C met 1 H en een NH2 groep. En hier staat een C met 2 H's en een NH2 groep. Dus er moet nog een haartje bij. Er is nog maar één ander haartje in de structuurformule. Dat is deze hier rechtsonder. Dus die gaat dan eigenlijk daaraan zitten. En dan krijgen we de stof histamine.
Dan zie je eigenlijk ook wat de formule moet zijn van het deeltje wat overblijft. Een C met twee O's. En dat is dus CO2. Gaan we naar de allerlaatste vraag, 38. We moeten hier, en de BINAS en de Science Data Tabel zijn erbij gezet, de formule van zuiveringszout gaan opzoeken. Nou, wat staat er in die tabellen? Dat zuiveringszout natriumwaterstofcarbonaat is. Dus daar moeten we de formule van bedenken. Kijk je één tabelletje verder, in BINAS 66b bijvoorbeeld, daar staat dat het waterstofcarbonaat ion de formule HCO3- heeft. Nou, het natriumion is 1+, dus als je het samenneemt krijg je NaHCO3. Dat is de formule van het zuiveringszout. Het tweede wat we moeten doen is we moeten gaan uitleggen waarom dit kan reageren met bijgif dat een lage pH heeft. HCO3- kan als baas reageren. Dat is een van de stoffen waar je moet weten dat het als baas kan reageren. Nou, dat kan hij doen met H+. En wanneer is er nou veel H+, bij een lage pH. Dus vandaar dat bij een lage pH dat zuiveringszout kan reageren met het bijgif. We zijn er doorheen. Dit waren alle vragen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebt gehad. Heb je nog vragen? Ik zei in het begin al, dat kan op deze manier. En op scheikenaar.vwo.nl kun je dus nog de samenvatting vinden, 30 dagen challenge en heel veel andere oefenexamens. Succes met oefenen en natuurlijk met je toets of examen. En wie weet, tot een volgende keer.